supporting Friday night. Ik wou heel graag sushi, maar ik mag niet van meneer. Sam heeft een hoed voor me gekocht. Ja? Ja, je ziet hem. Oké. Tada! Hallo allemaal. Hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het al 5:20. Friday. Friday. Pizza party Friday night. Wie weet van wat dat is? Weet jij dat nog? Ik weet dat, ja. Ja, echt? Ja, ik weet dat, ja. Dat is al lang geleden, ja. Raad nu in de comments van wat dat het is. Dat is dus van Sconey Jolie. Ik weet niet of iemand dat kijkt. En vroeger deden die elke vrijdag pizza. Maar ik wil graag deze avond Isaki. Isaki? Oh, again. Again? Dat was al van vorige week geleden. We zullen wel zien straks. Ja. We hebben net pasta gemaakt met scampi's en tomatensaus. Ik zal het laten zien. Sam heeft trouwens op vrijdag vroeger gedaan met werken. Ja. That's why he's home. En dat was onze pasta. Wat? Weer al. Hey, Sheldon. Nena. Stop Sheldon. Ik dacht dat Muffin het was. Nu ging Sheldon op Milky. Ja, pak ik Sheldon maar even. Ik denk dat hij inderdaad aandacht nodig heeft. Dus wat was ik aan het zeggen? Sam heeft vroeger gedaan met werken. We hebben pasta gegeten, want we gaan zo dadelijk naar de fitness. Oh, ik heb thans een beetje buikpijn. Ik denk dat ik veel te snel heb gegeten. Mijn buik is pijn. Pijnbuik! Maar dat zal zelfs wel weer overgaan, denk ik. En anders ga ik gewoon rustig gaan doen op de fitness. We zullen zien. Ik ga jullie niet meenemen naar de fitness, want het is vrijdag, dus ik gok dat het er heel druk gaat zijn. Maar we zien jullie na de fitness weer. Wij zijn terug van de fitness. Gangsta. En wat hebben we gedaan? Gespind. We hebben gespind. We hebben dus spinning gedaan. Ja. Drie kwartier was al zeker. We zijn lang aan de fitness geweest, hè? Ja, dat is best wel. Maar ik heb zeker een uur of zo getraind nog. Ervoor, ja, ik heb nog een half uur gefietst, 10 minuten trappen gelopen. En dan heb ik nog oefeningen gedaan en toen hebben we pas 3 kwartier gespind. Want ik zie, het is bijna 9:05. En we waren om 6:00 op de fitness en we zijn nu een half uur terug. Denk ik. Dus we zijn toch langer dan 2 uur op de fitness geweest. Amai! Goed bezig. En we hebben nu Isaki besteld. Ik wou heel graag sushi, maar ik mocht niet van meneer. Och, jongen. Dat is echt. Jij zei, we gaan dat wel een andere keer eten. Dus heb ik teriyaki kip genomen. Dat is nog redelijk oké na het sporten. En jij hebt pad thai kip? Nee, noedels. Noedels met kip heb noodles ik. Noedels met kip. Okay. Noedels kip. En dan hebben we nog edamame. Ik ga me douchen, want... Shit. Ja, dat moet. Sam heeft een hoed voor me gekocht. Wat vinden jullie? Waar zei ik? Ik vroeg aan Sam om een onderbroek boven voor mij te gaan halen. En die heeft echt zo'n kerstonderbroek ten eerste meegenomen. Die ligt als eerste in de schuif klaar. Ik heb geen schuif. Jawel, in de lade. Ja, een schoendoos heb ik. Achtig. Je zet de onderbroek gewoon op mijn kop. Mijn hoofd bedoel ik. Something's wrong, hè, with this man. Mooi. Isaki is aangekomen. En dit is niet gesponsord. Maar Isaki, als je ons wilt sponsoren, let us know, hè. Yes, please. Maar we vinden Isaki echt best in Hasselt. Ja. Yum, yum, yum. Ik heb teriyaki kip. En jij hebt noedels met kippen. Ja. Yes, en dan hier is edamame. Smakelijk. Smakelijk. We zijn fris gewassen en hebben lekker gegeten. Mm-hmm. Het was echt wel lekker, hè. Amai.
Dat is mijn favorite. Ja, mijn ook. En we dachten, we doen een tattoo-vlogje. Nee, hoe noemt dat zoiets? Een tattoo-video. Tattoo-video. What is the meaning of my tattoos? Oké. Okay. Jij mag beginnen. Mag ik beginnen? Jij mag beginnen. Ja, ik heb er minder als u. Ja. Dat is waar. Ik zal beginnen met de eerste. Weet jij welke de eerste was? Ja. Ja. En hier aan de binnenkant? Ja. Dat is dus mijn allereerste tattoo. Die is ondertussen al bijna 6 jaar oud. Echt? Al 6 jaar? Ja, zot hè? Ja, nou wel. Toen ik 21 was, die gezet. Jij was erbij toen. Ja, ik was erbij, ja. Daar staat dus, don't be a victim of your own mind. Ik weet niet meer hoe ik toen bij dat zinnetje ben gekomen, maar ik weet dat ik zoiets in mijn hoofd had. Omdat ik een angststoornis heb, ik heb emetofobie. En toen wist ik echt pas dat ik die angststoornis had. Dat was echt wel zo het vuilste moment. Ja, dat was echt zo het allervuilste moment dat ik zo echt bijna niet meer buiten kwam. Ja. We woonden toen op het appartement, net. Ja. En ik kwam niet buiten, ik ging nergens naartoe, ik sloot me echt op. Ik ging zelfs vaak niet werken, omdat ik me zo slecht voelde. Mm. En toen had ik echt de klik gemaakt voor mezelf van oké, hier moet het stoppen. En dit mag niet nog erger worden. Ik dacht, ik ga dat doen met een tattoo. Ja, niet per se daarom, maar het is wel, en tot op de dag van vandaag, nog altijd een reminder. Ja. Want ik heb natuurlijk nog altijd de angststoornis. Ik neem wel pilletjes ervoor, zoals jullie ook weten. Als jullie dat niet weten, dat is een video en die noemt mijn angststoornis. Die staat ook op ons kanaal. Als ik mij slecht voel, dan denk ik wel nog eens van kom aan. Je mag geen slachtoffer zijn van wat dat je de hele tijd hierboven denkt en wat er tussen je twee oren zit. Want de angststoornis die ik heb, zit echt gewoon puur hier. Ik denk vaak van, nee, stel dat ik moet overgeven met zoveel mensen en ik zou me schamen. Terwijl ik nooit moet overgeven of zo, tenzij ik echt ziek ben. Dat is zo'n beetje de betekenis. Dat is toch een goede reminder nog altijd, zo ja, gezegd. Ja. Want ik kijk daar echt effectief soms wel nog naar en dat ik denk van, oké. Als ik me echt, als ik weer zou zitten denken van, oh nee, en hier is zoveel volk en misschien ga ik overgeven en ik kan niet weg. En dan denk ik, nee, Thalisa, het zit hier. Het zit gewoon puur hier en dat is niet wat je voelt in je lichaam. Je denkt dat gewoon. Ja. Dus dat is nog altijd inderdaad een mooie reminder. Dat was echt zo'n moment dat je switcht, dat je wist van er moet iets aan gebeuren, want het is fout. Toen was ik echt op mijn slechtste moment. En ik sloot me gewoon heel tijd op in de plaats van eerder dingen te gaan doen, wat voor echt wel belangrijk is met deze angststoornis, want anders durf je niks meer. Mm-hmm. En ik sloot me gewoon heel tijd op. Dan de volgende zijn denk ik mijn vingers. Ik heb deze twee. Deze, hier heb ik 3 puntjes op mijn wijsvinger en hier heb ik op mijn ringvinger 3 haakjes. Eerlijk gezegd, deze hebben echt totaal geen betekenis. Zoals ik nog wel tattoos heb die niks betekenen. Ik vind ook persoonlijk niet dat een tattoo altijd een betekenis moet hebben. Ik denk ook vaak van, dat is mijn lichaam. Ik vind dat mooi en ik zou graag zoiets willen. Maar dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Deze betekenen dus echt wel niks. Ik wou gewoon graag iets op mijn vingers en ik vond dat mooi. Dus heb ik dat gedaan, hè. En dan heb ik samen met die, ik weet niet of jullie dat gaan zien, maar deze gezet. Ja? Ja, je ziet hem. Oké. Die zie ik zelf natuurlijk niet. Ik weet vaak niet meer dat ik die heb. Die heb ik samen met Freya laten zetten. Freya. Zelfs ik vergeet die soms. Ja, die hebt. Ja, en zeker als ik mijn haar al los heb of zo, je ziet dat niet. Hè? Nee. Maar die heb ik dus samen met Freya laten zetten. Omdat het plan was dat Freya, mijn nicht, tante Sylvia, ja mijn tante, en ik die gingen laten zetten. We zijn alle 3 van sterrenbeeld vis. En het sterrenbeeld van de maan van vissen is zo 2 haakjes met zo'n streep in het midden. Kent je dat? Zo precies de H, zo, maar dan zo krommer. We dachten,
Het is misschien zo stom om zo puur dat sterrenbeeld te zetten. Dus hebben we Freya en ik eigenlijk een hele dag zo wat zitten tekenen. En toen zijn we op dit gekomen. Dan heb je zo klein twee bolletjes erlangs toch van de belletjes of van de vissen. Ja, het was toen zo echt een heel idee in ons hoofd. De dag dat wij die tattoo gingen zetten, belde onze tante 's ochtends naar Freya en mij. En zei dat ze borstkanker had. Dat ze was op borstonderzoek moeten gaan. En die ochtend eigenlijk. Mm. En toen hebben ze een knobbel ontdekt. En had ze dus borstkanker. En toen waren we helemaal in paniek. En helemaal ja, van ons melk natuurlijk. Mm. Maar zij zei van jawel, jullie moeten die tattoo gaan laten zetten. Zeker vandaag. Want dat is ook een teken voor mij. Dat ik sterker moet worden. En als de borstkanker helemaal uit mijn lijf is en zo, dan ga ik de tattoo ook laten zetten. En dat is ondertussen 4 jaar geleden? Drie of vier. Ja, nog 1 jaar denk ik, of nog 2 jaar. En dan is haar update van na 5 jaar, als ze helemaal kankervrij is. En dan moet ze ook die tattoo gaan laten zetten. Dat is waar, dat moet nog gebeuren. Ja, die heeft die nog niet. Maar ze moet alles moet natuurlijk goed zijn. Wat ja, wel goed gaat zijn. De tattoo heeft ja, echt wel veel betekenis zo op dat vlak. Want dat was wel moeilijk om te horen. Next. Ik weet wanneer die puntjes en deze heb ik samen met deze laten zetten. Niet de palmbomen, niet dit, maar echt dit. En ja, je kunt dat niet zo goed lezen. Zo denk ik, maar er staat dus Ami, of Ami, want sommigen zeggen van, ah, is dat Ami van vriend, omdat met deze hand je handen schudt, maar dat is niet. Er staat dus Ami, en Ami is echt mijn favoriete plaats op deze hele wereld. Het zijn 3 letters eigenlijk, A-M-I ja, staat er. A-M-I staat er gewoon. Ik heb dat laten tatoeëren, ik ga er al, hoe oud is Anaïs? 19, dus 19 jaar op vakantie. Nou, Anaïs wordt 19. En 2 keer per jaar en ik heb mijn hart daar wel verloren. Ik wil daar ook heel graag trouwen met deze keutel hier. Ja, ik weet niet, dat heeft een heel speciale betekenis voor mij. En ik voel me daar echt thuis, dus het tattoo heeft ook echt een heel speciale betekenis. Dan heb ik daarna deze laten tatoeëren. Het palmboompje. Die is ondertussen, ik denk de zomer voordat wij uit elkaar gingen, dus dat is ook al bijna 3 jaar geleden. Ja, dat was samen toen ik eentje was aan het laten zetten, dat is ja, ook geweest. Ja, inderdaad. En vele vragen altijd aan mij van, is dat een vriendschapstattoo samen met Céline? Omdat Céline ook hier een palmboom heeft. En nee, dat is geen vriendschapstattoo met Céline. Oké, we hebben wel dezelfde, dus ja, we hebben dezelfde tattoo. Maar ik had mijn al van 3 jaar geleden en Céline heeft haar van 1 jaar geleden of zo, denk ik. Dit was eigenlijk gewoon puur, Sam ging een tattoo laten zetten. En er was een guest tatoeëerder in de zaak. We gaan altijd onze tattoos trouwens bij Bert laten zetten. Bert van Dagger Moon. Dagger Moon spreek ik dat toch uit, hè? Dagger Moon, ja. Ja, Bert R. Electric. Van link Dagger below. Ja, we zullen in de description de link zetten. En er was dus een guest tatoeëur, dus iemand die ook in de zaak zat. En die had geen werk meer, want je ging na de uur om 6 of zo. En ik was samen met Freya meegegaan met Sam. Ja. En die zei, ik heb tijd, als jullie willen. Het verveelde zich, denk ik. Ja, en ik zei, oké, ideaal. En ik heb de palmboom dus bij Ami laten zetten, omdat Ami heel tropisch is en de palmboom er heel mooi bij past. En Freya heeft toen een geometrische olifant hier laten zetten, dat weet ik nog. Dus dat was een heel spontane ingeving. Dan komt de grootste tattoo die ik heb, deze. Waar ook heel veel vragen voor zijn. Heel veel mensen hebben mij in het verleden al gestuurd. En wat zijn het gaan doen? Prullen is niet aan je tenen, viezerik. Laat me toch sprullen aan mijn tenen? Dus heel veel hebben mij ook al gevraagd als ik close-ups van mijn tattoo wil sturen op foto en zo. Sorry, maar daar heb ik echt nooit op geantwoord. Ik ben naar Bert gegaan met het idee van ik wil een soort van mandala op mijn pols. En Bert heeft dit ontwerp echt
puur uit de hand gemaakt. Bert is heel goed in mandala. Ja, en Bert heeft gewoon echt iets voor mij gecreëerd, wat echt bij mij hoort en wat echt bij mij paste. En we zijn er wel even mee bezig geweest. En toen ik zoiets had van oké, dit is het, dit vind ik super mooi, dit wil ik echt heel graag. Dus deze is echt niet op iets anders geïnspireerd. Die is al van februari, dus volgende maand of 4 jaar ook. Want die was nog voor de palmboom en zo. Tegenwoordig heb je heel veel mensen met deze tattoo. Er is zelfs één meisje in België en die heeft echt knal dezelfde. Knal dezelfde. En toen ik dat zag, vond ik dat oprecht heel erg. En heel onorigineel. Want oké, een palmboom en zo, dat is iets standaard. Een palmboom, dat zie je in het straatbeeld. Allee, dat is standaard. En als dat hetzelfde is, maakt me echt geen hol uit. Deze is echt wel speciaal voor mij ontworpen. Niet van een ander ontwerp afgekeken. Zelfs niet geïnspireerd op een ander ontwerp. Gewoon puur vanuit mijn ideeën en Bert zijn ideeën en Sam zijn ideeën een beetje. Alleszins, het was echt gewoon puur voor mij gemaakt. En dat iemand dan echt zo knal hetzelfde doet. Ik weet niet. Steekt precies, hè? Ja, dat steekt. Vind jij dat niet? Ja. Zou jij dat niet erg vinden? Ja, ik denk dat tegenwoordig wel veel gebeurt. Hè? Maar mensen zo, ik denk dan in mijn foto ja, op en dan neemt okay. Het dat snap ik, maar met gewone random dingen zoals een palmboom of een infinity teken of een hartje of zo, daar kun je niet veel anders mee doen. Ik denk ja, dan maar in mijn eigen, als je zoiets ziet online of zo, oké, laat dan een tatoeëur zien. Als je een goede tatoeëur hebt, dan maakt hij zijn eigen creatie daarvan. Juist wat ik wou zeggen, dat ligt eerder aan de tatoeëur dan aan de persoon die dat wil. Ja, oké. Ja, ik weet niet, want ik zou ook nooit zeggen van ik wil knal hetzelfde. Want die persoon, dat meisje die echt knal dezelfde heeft als mij. Ik weet zelfs niet meer hoe dat die noemt. Ik heb dat gewoon ooit eens gezien, omdat mensen mij begonnen te sturen van hey, deze persoon heeft hetzelfde. En wie weet kijkt hij naar onze vlogs, ja. Misschien niet. Ja. Dan mag die gerust weten dat dat steekt, dat dat niet fijn is dat iemand knal dezelfde tattoo heeft als mij. Terwijl die tattoo echt, echt voor mij is gemaakt en ik daar echt nog altijd heel gelukkig mee ben. Ja. Snap je? Mm-hmm. Ik snap het. Even wat wijn drinken. Zo, water. Ik weet niet meer waar ik was, maar alleszins, mijn tip is echt, als je een goede tatoeëur hebt, laat die dat zijn eigen versie van maken. Dat denk ik altijd. Want Bert bijvoorbeeld doet heel veel oldschool en dat is heel veel in dezelfde stijl. Maar geen één ontwerp, denk ik, wat hij heeft, is knal hetzelfde. Als ik ja, zaag, dus, moet je dat zeggen, hè? Je zaagt niet. Ja, dus dat is gewoon deze tattoo en dat is ook de reden waarom dat ik geen foto's stuur naar iemand van close-up van mijn tattoo, want dat is mijn tattoo. En als je dat mooi vindt en je ziet die online, ik heb heus wel foto's waar je die ziet, dan kun je daar iets op inspireren. Maar niet knal hetzelfde doen. Je moet inspiratie zoeken, maar ja, ja, natuurlijk. Ik heb ook, bij deze heb ik ook geen inspiratie gezocht, maar bij die in mijn nek, denk ik, heb ik wel inspiratie gezocht met Freya, maar we hebben daar echt ons eigen ding van gemaakt. En Bert heeft daar dan nog eens de bolletjes aan toegevoegd en de schaduw. Dat is gewoon van ons. En er loopt misschien wel iemand rond die ook zoiets heeft. Dat weet je niet, want er zijn zoveel mensen op de wereld. Maar alleszins, oké, dat is dus deze tattoo. Dat is een mandala rond mijn pols. Ik ben hier echt nog altijd heel gelukkig mee. Dit vind ik echt mijn mooiste tattoo. Next is deze. En die heb ik samen met... Oh! Bijna blind, hè? Heb je het gezien? Bijna blind, hè? Sorry. Ik weet niet hoe ik dat moet laten zien. Met deze laten zetten. Hier is een A en een punt. A punt. En dan heb je deze dus. En deze is de zon, de maan en de sterren. Want die heb ik trouwens samen met mijn zusje laten zetten. Ook bij Bert. En dat betekent dus dat mijn zus de... Ja, you are my moon, my sun and all of my stars. Ineen. Dat we een hele goede band hebben, altijd gehad en nog altijd hebben en dat die wel echt alles voor mij betekent. Mijn zus is denk ik wel echt mijn nummer 1 in deze wereld.
Ja, dat weet je ook. Ik zou er alles voor doen. En dan heb ik hier dus de A van Anaïs. Mijn zusje noemt Anaïs. Mijn zusje heeft hier de T van Thalissa. En heeft deze hetzelfde. Dat was het voor mij, hè. Mm-hmm. Denk ik, ja. Valt geen verborgen tattoos. Amai, ik heb keil lang gepraat, denk ik. Kan je goed, hè? Ja, dat kan ik goed. Ik praat graag. Nu is het Sam zijn beurt. Bij Sam is het allemaal gesitueerd op één plaats. Raad eens welke plaats. Tadaa! Ja, ik heb alleen mijn linkerarm getatoeëerd. Voor de rest heb ik nergens anders tatoeages. Nee. Ik heb altijd graag sleeves gezien. Dat was misschien niet direct de bedoeling om een sleeve te zetten. Maar daar babbelde je wel lang over. Ik vond dat wel, dus, ik vond dat wel altijd heel mooi, ja. Als ze 16 of zo waren, babbelde daar al over. Ja. Je hebt ook eens zelf je eigen sleeve getekend en zo. Ja, ik tekende toen veel en zo. Dus, ja. Sam kan trouwens echt mega goed tekenen en heeft altijd tekenschool en zo gedaan. Maar ik doe dat niet zo vaak, hoor. Je doet dat niet meer veel, maar je deed dat wel goed. Dat terzijde. Dat terzijde. Ik heb trouwens geen haar. Ik zal je eens haar geven. Oh, wauw. Ik dacht even dat ik gekaald was. God, mijn losse haar. Oorspronkelijk had ik een thema toen ik aan de tattoos begon. Ik had zo'n paar tattoos in mijn hoofd en die waren allemaal zo in de zee. En hoe zeg je dat? Nautical is dat Engels zo. Nautical, ja. Zeemans en al die, alles wat met zee en water en boten, weet je wat te maken. Ik had, dat was zo'n beetje mijn thema, maar uiteindelijk ben ik ervan afgestapt. Ben je toch even de mist ingegaan? Ik ben goed begonnen, hè. Je bent wel goed begonnen. Goed begonnen. De eerste twee, toch? Ja, de eerste twee. Het is allemaal oldschool stijl gezet, ook allemaal door Bert, hè. En ik moest en zou zeker bij Bert gaan, want ik ken Bert al van toen dat wij 3 of 4 jaar waren. Ja, ja. We hebben altijd samen op de lagere school gezeten. Ik herinner me ook heel goed dat we bij zijn thuis waren, dat hij zo de eerste tattoo setje gekocht had met varkensvelletjes. En dat we nog zo waren aan tekenen en oefenen op zo. En op zijn eigen. En ja, daarna, Bert, toen op zijn stap eigen. 2. Tatoeëerde die op zichzelf, op zijn benen en zo. Maar zijn stijl zat volledig in lijn met wat ik mooi vond. En dat het een goede vriend altijd was, dat gaf wel meerwaarde. Dus. En hij doet volledig zijn eigen ding met elke tekening. Wat ik ook heel belangrijk vond. Ik kom gewoon met een idee of ik laat zo'n paar inspirerende foto's zien. Maar die maakt er dan zijn eigen ding van. Dat vond ik heel. Ja, dat is echt belangrijk. Very cool. En een goede tatoeëer. En Sam heeft ook wel echt de tattoos, denk ik, meegekregen van bij zijn thuis. Ah, ja. Want Sam, zijn papa, staat echt vol op na. Heeft zijn benen, nog een paar zijn buik, door, schouders, 2 armen. Ik denk ook wel daarom, als je dat zo ziet. Maar ik heb dat altijd mooi gevonden. Toen ben ik er maar aan begonnen, hè. Hoe oud was ik? Dat weet ik zelfs niet. 21 ook, of zo? Ja, ik denk het. Zoiets 21. Ja, ik was eerst, want ik had die al voordat jij begon en zo. Ja. Ik ben eerst begonnen aan tattoos en toen ben ik er toch maar voor gegaan. Ja. Toen kon ik niet meer stoppen. Nummer 1. Mijn schouder. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie. Splinternieuwe boot. Ja, dat is niet meer zo'n splinternieuwe. Oldschool boot met wolkjes. En ondergaande en vogeltjes. Zon. En ondergaande zon. En deze heb ik gezet voor de stormen in je leven die je doormaakt. En de wilde waters die je doorkruist doorheen het leven. Want ik zit met een angststoornis. Och, dat ik leg me niet uit! Onnozelijk. Dat is wel heel, heel, heel serieus, hè? Ja, dat is ook heel serieus. Soms dan moet ik dringend een scheetje laten en dan gaat dat niet. En dan krijg je er angsten over. En daarom deze tattoo. Heeft eigenlijk één van uw tattoos echt betekenis? Nee. Ah, oké. Okay. Nee, jawel. Eentje zit wel zoiets achter, maar voor de rest is eigenlijk voornamelijk gewoon schoonheid. De camera een beetje naar beneden zetten. Ja, dat is goed. Kunnen ze je arm beter zien? Maar u niet meer, hè. Nummer 1, daarop ben ik verder gegaan met nummer 2, is een octopus. Het zeethema. Het zeethema zit hier nog helemaal juist. Het zeethema. Nee, die wou ik wel erbij. Die wou ik er zo ingevloeid hebben of zo. Maar uiteindelijk heb ik wel gekozen om elke tattoo apart te maken. Ja. Om de oldschool stijl nog zo'n beetje meer te benadrukken. En elk zo'n apart gegeven te hebben. Dat het een tekening op zichzelf kan zijn. Dat het niet allemaal in elkaar hoeft te vloeien. Bij die heb je lang gezeten. Bij die heb ik lang gezeten, Weet ik nog, want ik was er toen bij. Die is ook heel fel ingekleurd en zo. Ja. En die gaat
redelijk ver nog. Hey, Shailen wil ook zijn tattoo laten zien, ja. Zegt hij. Shailen, laat je tattoo eens zien. Ik heb hier een holletje getatoeëerd. Dus die zit er wel mooi rond, dat vond ik wel cool. En die heeft zo'n speer nog zo die doorbreekt, dat is wel cool. Nummer 3 is aan de binnenkant van mijn arm. Hoe noemt dat weer? Een roos en een dolk. Dan hieronder kraaienpoot of een hanenpoot, hoe noemt dat? Een kippenpoot. Kippenpoot. En bloed. Dan is de binnenkant gevolgd, ja. De binnenkant van... En hier ben ik. Ja. Dit is Sam, ik en Anaïs. Dat hebben we toen altijd gezegd. Deze dacht ik dat het meest pijnlijk ging zijn. Omdat hij echt zo recht in mijn plooi zit. Van mijn elleboog. Maar dat was totaal niet. Nee. Ah, totaal niet. Dat is best wel gevoelig. Maar dat is ook fijn omdat je kunt er zo echt op kijken. Ook zo. Je kunt perfect volgen wat hij doet. Maar dat is dat, als hij hier achter bezig is, dan zie je niks en dan steekt dat zo soms in één keer en hier kun je perfect volgen wat hij doet. Zo. Ik weet dat niet, dat vond ik niet zo, dat was niks aan, vond ik. Het heeft wel betekenis, omdat dat moet een haai / grote vis voorstellen die op het eiland waar wij meestal op vakantie gaan, Ami, hè. Die... Eigenlijk hebben wij matching tattoos. Eigenlijk hebben we een beetje matching tattoos, ook Ami, ja. Ik heb ook Ami. Die... We zijn daar eens ooit gaan vissen op haaien. Ja. En toen heb ik die aan de lijn gehaald en dat was zo'n heel chic moment. Dat was echt een chique ervaring, dat blijft me altijd bij. Ja, en je hebt dan ook echt het eiland en drie vogels. En het eiland zelf erbij gezet, ja. En de vogels heeft Alyssa en zichzelf opgeclaimd. Dus en Anaïs. Dus dat is Sam, ik en Anaïs. She claimed het, hè. Dan is mijn elleboog gevolgd. Ik moet die regelmatig zo'n beetje bijkleuren. Nat maken. Ja, een plooiken. Ja, dat wordt heel droog. Ja, dat is ook een hele mandaal. Pardon, hè. Wat pardon? Heb ik een boer gelaten? Pardon. Dat is ook een big mandaal, hè. Ook met de hand, helemaal met de hand getekend. Ja, je hebt ook een mandaal. En iedereen denkt ook dat dit puntje pijn doet. Nope. Dat is vrij gevoelig. Pak je velken maar eens vast. Ongevoelig. Ongevoelig, ja. Pak je velken maar eens vast en dat voelt je niet pak zo veel. Pak je velken maar eens vast, Salle. Pak nu je velken vast, hè. En voel eens. Ja, dat valt best nog wel in. Mijn waren trouwens ook niet pijnlijk. Ik heb dat niet gezegd, hè. Ik heb dat niet gezegd. Dat is niet pijnlijk allemaal. Dat is gewoon irritant. Ik vond niks pijnlijk. Mm. Het enige was bij deze, dat duurde 2,5 uur. Mm-hmm. Dat ik zo wel, want dan zit je nog cola en zo voor mij gaan halen. 2,5 uur. Wat? Ja, jij hebt er 6, 7, 8 uur gezeten. Nee, om niet overdrijven. Ja, bijna. Maar deze was dus 2,5 uur. En op het einde was ik wel zo moe en het beu. En dan werd ik zo slap precies. En dan was Sam cola gaan halen. Ja, dat is ook normaal, hè. Ja, en die avond, na deze, voelde ik mij ook ziek. Maar dat is eigenlijk... Echt ziek? Ja, ziek niet, maar zo motig. Leeggezogen, omdat je toch zo geconcentreerd daarop bent en je precies toch op een of andere manier opspant of zo. Ja, omdat... je spant nu op de hele tijd en je zet zo je hebt zo spanning in je lichaam en dan valt dat zo van je af en dan voelt je zo een beetje mottig. Dat is normaal, hè. Maar ik ben ook niet echt heel kleinzerig voor zo spuiten of naalden of zo'n dingen. Het sterk, hè. Waarom is heel mijn boek nat? Strong woman. Oh, shit. Wat is dat, joh? Is er iemand gepist bij of zo? Sheldon heeft wel op mij gezeten daar. Oké, we gaan even checken als pipi is, hè. Het is geen pipi, hè. Ik weet niet wat het is, of hoe het geen komt, idee, maar het ruikt, het heeft pipi. Geen geur. Ja, even verder gaan, hè. Mm-hmm. Next is mijn voorarm. Ik? Nee, niet jij. Maar ze heeft ze naar eigen weer gekleed. Ik zeg dat dus ik dat ben. Niet jij. Dat is meer een gypsy. Gypsy woman. Was gypsy in mijn nee, je zei dat niet. Dit. Mijn hand. Is een mooie hand. Kijk, ik heb hier ook een moedervlek. Hier zo zie je het. Kat weg. Uit beeld. Ik heb ook rode nagels. Ja. It's me. En die houdt ook een soort van mandala bloem vast. Hè. Ja, ja. Dit is wel mijn daar favoriet. Hou ik altijd vast. Mam! Hou je er buiten. Wat ik heb... is dat? Denk ik eerst die nog gezet.
Dat is een slang. Ik weet het niet. Dat is een anker. Ik, geen serpent. Ja, ik kon juist zeggen dat ze het geen serpent. Ik wist dat jij dat ging zeggen, daarom zeg ik al dat ben ik niet. En terug te komen op het zeethema, hier is een anker. En een serpent, a.k.a. Niet Thalisa. Thalisa Lopez. Dezen heb ik nog opgevuld. De dezen hier is nog opgevuld met de spijkers en een beetje bloed. Voor de lege plakken. Voor de mannelijkheid. Even wel te zien dat een kei mannelijk is. De laatste twee heb ik samengezet. Dat is mijn pols. Nog eens opnieuw die vond een ik wel heel roos. Mooi. Dat zou ik ook nog willen. Deze vind ik mooi, omdat dat juist op mijn pols kwam onder mijn, met mijn horloge en zo. Dus dat komt mooi uit. En dan de hands. De hand voor van de friends. Sam en van mij. Oh, zoveel tattoos die je voor mij hebt. Dat is kei lief. Oké, dat was het. Hè. Dat waren Sam zijn tattoos en mijn tattoos. Ik zou dit nog langer willen afwerken, denk ik. Zo. Ja, nog dat zegt je. Iets verder zo. Ja. Dat zou juist tot hier zo. Mm-hmm. En zouden we dan nog iets willen of iets? Oh, pardon. Nee, eigenlijk. Voorlopig niet. Ja, misschien ooit? Ooit? Wat? Ik heb nog niks concreet, maar ik denk mijn chest zo ooit. Dat zou nog wel cool zijn. Dat vond ik ook heel mooi van me. Ja, maar voorlopig. Heel veel chest. Nog niet, denk ik. Ja, ik wil graag nog tattoos. Echt. Ik heb nu nog een idee. Samen met Freya weer. Dus... Ik weet weer van niks, hè. Nee, hoe? Is dat foto van mij? Ja, Freya en ik gaan allebei de helft van hun gezicht zetten. Goed? Ja. Nee, maar we zijn zo aan het denken over een idee. Maar ik wil nog veel dingen. Ik heb echt al een paar dingen opgeslaan. Ik heb 2 jaar geen tattoos meer gezet. Voor bepaalde redenen. Dus, en ik hou echt heel veel van tattoos. Dus nu kan ik dat terug en nu ga ik dat doen. Ik was ook vroeger aan het denken om deze arm helemaal te doen. Mijn mama en papa krijgen een hartaanval. Zeker mijn mama. Echt waar, toen ik deze tattoo ging laten zien, die vond dat echt erg. Nu zijn die dat gewoon, hè. Allee, mijn mama vond dat erg. Die vond dat erger dan dat ik een borstvergroting ging laten doen. Want dat zei die toen ook. Van, amai. Oh. Want toen zei ik, ik wil iets zeggen. Toen ging ik vertellen dat ik mijn borsten wou laten doen. En toen zei die, oh, toch niet nog een tattoo, hè. Zijn er niet zo helemaal voor. Precies niet, nee. Het is mijn lichaam en ik doe wat ik wil. Vind ik. Maar ik wil dus wel heel graag nog tattoos. Ik ga nog goed sparen voor tattoos. En dan binnenkort ga ik nog tattoos laten zetten. Ik heb echt al kei veel ideeën. Hebben jullie tattoos? Ah. Zet dan in de comments. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb er één. Of nee? Of meer. Hoeveel? Als ja. Je er hebt. Ja, ik heb er. Ja, en dan ik een heb getal. Er een... Stel dat iemand 2 armen volgt of zo en die zegt ik heb er 36. Tellen, ja. Tellen, hè. Niet zeggen ik heb een heel arm vol, hè. Als je er geen hebt, dat is ook oké, hè. En als je er geen hebt, ja, 0 is ook een cijfer, dus als je er geen hebt, mag 0. En als je er geen hebt, maar je zou er ooit willen, want misschien ben je nog jong en mag dat nu nog niet, maar je zou dat wel willen, laat ons dat dan ook weten. Ik ben wel benieuwd. Want tegenwoordig denk ik, in onze generatie hebben al wel veel mensen tattoos. Maar ik denk, in de nog jongere generatie hebben nog meer mensen tattoos. Ja, dat is al zo gewoner geworden. Ja. Vroeger was dat nog zo'n beetje taboe of was dat nog speciaal. Zo, maar nu is dat zo gewoon dan, om een tattoo te hebben. Precies. Want we krijgen ook wel vaak de vraag van, gaat je daar nooit spijt van hebben? En ik ben zo van het ding, ik denk niet dat ik daar ooit spijt van ga hebben. Want als je denkt bijvoorbeeld, deze heb ik ook al 5 of 6 jaar. 6 jaar. Maar ik ben die niet beu of ik heb daar helemaal geen spijt van. Dat wordt gewoon zo'n gewoonte en dat is een onderdeel van mijn lijf. Je ziet dat zelf eigenlijk niet meer. Nee, ik zie dat ook al staat mijn hele arm vol, maar ik zie dat zelf ook bijna niet meer. Want soms zeggen mensen ook van, ah, mooi dat doen. En dan denk ik, hè. En dan denk ik, ah ja.
je ziet dat zo niet meer van je eigen. En bij elkaar ook niet echt of zo. Dat wordt gewoon eigenlijk een onderdeel van wie dat je bent en van je lichaam, vind ik. Zwaar. Ooit heb je dat laten zetten omdat je dat graag wou en mooi vond. Ja. Dus accepteren dat. Staat er voor een reden. Hè? Dus dat, als je het doet, dan weet je ook gewoon dat dat blijft. Maar ik snap ook in sommige jobs dat dat niet mag of dat dat niet zo netjes is. Maar zoals jij, je kunt dan een hemd aan doen en je ziet er niks van. Of dus een trui en je ziet er niks van. En oké, als leerkracht en zo tegenwoordig zeggen ze dat ook, die mogen geen tattoos. Ik vind dat persoonlijk een beetje zever, want dat is gewoon hoe dat we tegenwoordig zijn. En dat is een stuk van ons eigen ook, vind ik. Mm-hmm. Maar ja, ik zou nu ook nooit zo'n job uitoefenen. Dus voor mij maakt dat niet uit. Dat was dus ons tattoo-verhaal, ons tattoo-story. Sorry als het misschien lang was of zo. Maar ik vind wel dat er bij tattoos wel de nodige uitleg mag gegeven worden. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker 2 vingers in de neus. En je weet wat dat bij ons betekent. Dat betekent, doe eigenlijk op het duimpje onderaan onze video. Duw op omhoog, het duimpje. Hè? Omhoog, het duimpje omhoog. Oh, ja. En dan gaan we nu nog iets doen. Ja. Voordat we afsluiten. Voordat we afsluiten. Gaan we zoeken naar de comment of de day! Alrighty, we hebben echt de grappigste comment gevonden. Maar het is een lange comment, maar ik ga 1 stuk van de comment nemen. Het is van Lindsay D. Je zegt toch Lindsay eigenlijk, hè? Want ik weet dat dat anders geschreven wordt. Wat anders? Lindsay. Ja, nee. Oh, ik weet niet. Is toch Lindsay gewoon? Ja, Lindsay. Oké. Okay. Lindsay. Ken je dat? Nee. Nee? Nee. Van, wat is dat, Willys en Marietten of zo? Lindsay. Als je dat kent, laat het weten. Oh, nee, dat kan ja, niet. Jong. We gaan het nu erin zetten. Sorry. Nou, we weten wel wie Lindsay is, omdat Lindsay wel eens vaker comment. Lindsay is trouwens een mooie vrouw. Zie ik altijd op haar profielfoto. Ja, ik vind dat altijd. Ik denk altijd, oh, dat is wel een knappe vrouw. Lindsay, jij bent een mooie vrouw. En die heeft dus gezegd dat ze 40 is, maar die ziet er echt ook geen 40 uit. Maar dat zei ik gisteren ook al van Jolien. Ziet je het? Ja, dit is toch echt een mooie vrouw. Zo mag ook 40 worden. Oké. Okay. En wat, als ik dat niet word, zo mooi? Ja, heb ik dikke pijn, hè. Dus Lindsay schrijft... Mijn naam moest eigenlijk Peggy zijn, tot mijn vader bij het gemeentehuis kwam om mijn geboorte aan te geven. En er een man was die hetzelfde kwam doen. Die man ging zijn dochter Lindsay noemen. Toen heeft hij ter plekke besloten dat ik ook Lindsay moest heten. Dus nu heb ik geboortekaartjes met Peggy en Lindsay. Hoe grappig is dat? Dat is wel echt chic. Dat is chic, hè? Dankjewel, Lindsay, voor de comment of the day. Nu sluiten we de vlog echt af. Wij zien jullie morgen.